Koffer voor Oerol. Theatermakers over hun bagage voor Terschelling. Wat moet er zeker mee? Deze week... Ik ben Martin Hofstra. Ik ben de regisseur, of eindregisseur is misschien een beter woord. Omdat we meestal de voorstelling collectief maken, zal ik maar zeggen. Maar ik ben het oog aan de zijkant. Dus ik ben degene die ernaar kijkt en de commentaar op geeft. En het ook wel enigszins stuurt daar waar nodig. Als je bovenaf bent, hè? Ja. Dat je gewoon loopt zo. Maar dat je al lopende naar beneden gaat. Naar beneden glijdt. De theatergroep heet WAK. En een van de uitgangspunten is altijd dat er een ruimte wordt gemaakt. En er zijn spelers. En daarmee, dat is meteen het beginpunt waar je begint. Nu is het avontuur om daar theater van te maken. Niets is recht, zal ik maar zeggen. Niets is waterpas en niets is haaks. Het is allemaal scheef. En het loopt een beetje taps toe naar achter, waardoor het zeg maar, heel erg diep is. Hij is, wat is het speelvlak ook alweer? Hoe lang is dat ook alweer? 15 meter lang. 15 meter lang. En waardoor het een hele zuigende werking heeft naar achteren toe. En dat is een hele specifieke vorm voor ons om kijken wat we daarmee kunnen. Ja. Wat ik graag in de koffer zou willen hebben, is natuurlijk de hele tent. Maar aangezien het een klein koffertje is, zal dat niet gaan. Dus dan nemen we gewoon een enorm stuk staal mee. Jongens, kom maar.